NEC zit in zwaar weer. De 4-0 nederlaag tegen Jong Ajax zorgde voor gemor bij de achterban. Trainer Jack de Gier is echter vol vertrouwen en strijdbaar. Ja, training en wedstrijden is altijd een wereld van verschil natuurlijk. Hè? Want op training zit in principe geen druk en op wedstrijden zit wel druk. Dus je kan een hele goede trainingsweek hebben en in het weekend verrast worden. En dat kan ook andersom. Je kan een slechte trainingsweek hebben en daar weer positief verrast worden. Maar hoe moet je als team nou weer herstellen van zo'n 4-0 nederlaag? Dan tegen de koploper ook nog? Nou, we proberen altijd te kijken naar de dingen die ons houvast bieden en waar we mee verder kunnen. En dat hebben we ook weer deze week gedaan. Ik weet dat het resultaat bij Ajax was slecht, 4-0. Tot de 1-0 is er niet zo heel veel aan de hand. Volgens mij kunnen we nog terugkomen in de wedstrijd als we 1-1 maken op het juiste moment. De kans hebben we gehad. Na de 2-0 valt alles in elkaar en ziet het er niet uit. Nou ja, dat is een mentaal proces wat in wedstrijden dus grote invloed heeft op ons spel. En door de spelers te laten zien wat goed gaat. En door ze te overtuigen van, nou, als je die dingen vast kan houden en je doet dat 90 minuten lang, ja, dan is er niet zoveel aan de hand. En dan kan je een wedstrijd verliezen met 1-0 of met 2-1 of met 3-2. Of je wint ze met 3-2 of met 4-3 van mijn part. Dan zal het verschil heel klein zijn en dan zal het net het laatste beetje scherp zijn. En dat is vooral voor ons het belangrijkste. En om daar toch dat geloof in te brengen bij het elftal of bij de selectie. Want tegen Sparta zou je 90 minuten scherp moeten blijven. Nou ja, maar in alle wedstrijden in de eerste divisie zijn dit jaar gewoon van een niveau dat je scherp moet zijn. En wij kunnen van iedereen winnen en van iedereen verliezen. Nou, dat is gebleken in de reeks wedstrijden die we gespeeld hebben. En voor ons moet de focus op volhouden van. En dan kunnen wij meer wedstrijden winnen dan dat we er gaan verliezen. Het zal een aanvallende wedstrijd worden. Sparta speelt ook met een aanvaller op 10. Rai in dit geval. Dus jij kan Archibald ook op 10 zetten in principe. Ja, we kunnen alles doen. Maar dat gaan we niet prijsgeven. Nee, snap ik. Maar wat verwacht je van die wedstrijd? Dat zal wel een aanvallende wedstrijd worden, bedoel ik. Nou, weet ik niet. In principe speelt Sparta een soort van 5-2-2-1 systeem. Soms wisselen van systemen. Dat hebben we ook allemaal bekeken wanneer dat ze dat doen en hoe dat ze dat doen. Dus wat voor ons belangrijk is vanuit ons, van ons eigen spel in die wedstrijd komen, groeien en zorgen dat we die wedstrijd winnen. NEC Sparta aanstaande zondagmiddag om 16:45 in de eigen Goffert.